De schoonmaakactie van ProBios, de Braamspunt, het afgelopen weekend had als doel bescherming van de zeeschildpadden. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Erland Sleur, voorzitter van ProBios, zegt dat zeeschildpadden hun broedplaatsen in de regio verliezen vanwege massatoerisme. In Suriname moeten we de broedplaatsen waarborgen en schoonhouden voor het voortbestaan van deze zeldzame schildpadden. Suriname heeft gelukkig aan de ene kant wel stranden dus die niet toegankelijk zijn voor het massatoerisme en het bouwen van hotels. Dus hier kunnen de zeeschildpadden over het algemeen nog vrij komen nesten. Maar de mens is, blijft een bedreiging en het stropen dat is, blijft alleen maar verder uit de hand te lopen. Maar ja, het hoofddoel van onze activiteit is natuurlijk het opruimen van het vele vuil dat ook wij mensen daar veroorzaakt hebben. Vuil dat vanuit de rivier, de Suriname rivier, komt aanspoelen. Vuil dat ook vanuit het oosten van het land met de stroming van de zee en de golven daar aan land wordt gespoeld. Dus, en natuurlijk het lokale vuil wat mensen daar neergooien. En het is triest als je dat moet aanschouwen, als je weet dat daar toeristen uit het hele buitenland, uit het verre buitenland komen. En tussen al die petflessen, blikjes en noem maar op, glazen flessen, al die rommel daar moeten lopen. En natuurlijk is het ook heel erg triest dat de zeeschildpadden tussen al dat vuil hun nesten moeten komen maken. Sleur vindt dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan milieuvraagstukken. En dat geldt voor zowel de overheid als de totale samenleving. Een dringend vraagstuk, het milieu. En niet alleen maar het vuil wat we zien, maar ook die ontbossing, die goudwinning, die kweekverontreiniging. Heel veel andere zaken dus die ook ons klimaat aan het veranderen zijn. Broeikasgassen, uitstoot van allerlei uitlaten, branden van fossiele brandstoffen, olie, gas en noem maar op. Dat zijn allemaal zaken die ons milieu drastisch aan het veranderen zijn. Het verdwijnen van grote bossen, het uitsterven van dieren. Dus dat heeft allemaal met het milieu te maken. Het afschieten van de jaguars die hier in Suriname, een bedreigde diersoort. Maar ook andere vele diersoorten die hier bedreigd worden. Dus het is nooit genoeg. Want wij mensen hebben daar een gewoonte van gemaakt om geld te verdienen met het milieu. En wij hebben ook geleerd om niks terug te geven. Erland Sleur, voorzitter van de stichting ProBios. Hij zegt dat kinderen al op school moeten leren hoe om te gaan met het milieu.